Van december al is er een gloednieuwe hofleverancier in de regio. Kroonleverworst kreeg dan namelijk dat predicaat. Kroonleverworst is in de regio een begrip. Van de jaren 70 al produceert het bedrijf al in de Westerheen. Ja, gewoon hartstikke trots ook voor de medewerkers, voor de bedrijven, voor vijf generaties Kroon. 150 jaar een bedrijf en een familie hebben, dat is wel heel bijzonder. En dat inderdaad het onze majesteit behaagt om ons dat predicaat te geven, dat is wel heel bijzonder, ja. En het mooie van Zwagerfestijn is dat we hebben een heel trots ploeg van medewerkers die al bijzonder lang bij het bedrijf verbonden zijn. Kijk, en dat maakt het extra speciaal. Het bedrijf is in 2020 150 jaar oud geworden. In de jaren na onrein van het 150-jarig bestaan is er een aanvraag ingegaan voor het predicaat. En dat hier nogal wat voor een in de ierde. Kijk, en dan wordt het eerst bij de burgemeester, bij de gemeente wordt het neergelegd. Nou, dan krijg je inderdaad het protocol wat je allemaal aan moet bieden. Dat is best wel heel veel. De economische zaken gaat zich ermee bemoeien, sociale zaken gaat zich ermee bemoeien. Dan inderdaad voor de omgeving voeg je wat toe. Hoe zijn jullie sociaal? Hoe zijn jullie voor de mensen? Hoe zijn we innovatief? En helemaal dat soort zaken. Het is niet zo van ik bel op en je bestaat 150 jaar en we gaan beginnen. Nee, dat heeft wat meer voet in de aarde gehad, ja. 150 jaar bestaan is nu geweest en jullie zijn inmiddels al 151 zelfs. Hoe kijkt u naar de toekomst? Nou, de cirkel is rond. Ik denk dat ik volgende week stop. Nee, dat is flauw. We moeten blijven innoveren. Je ziet ook de vega-kant. En wat we net ook al aangaf in het voorgesprek. Van, joh, vroeger, 15 jaar geleden, dachten we ook niet dat er zoveel elektrische auto's zouden rijden. Dus wat dat betreft hebben we er uiteraard heel veel vertrouwen in.